Hallo Michelle. Hoi. Je hebt net opleiding niveau 1 broderie daar afgerond. Ja. Hoe vond je het? Leuk. Moeilijk. Uitdagend. En bij tijd en wijle ook even flink doorbijten. Omdat de techniek, je echt wel dingen vaak moet doen voordat je het een beetje in de vingers hebt. Maar als je dan merkt dat het steeds sneller gaat, dan wordt het wel, dan voel je wel yes, weet je wel. Nu heb ik hem, nu gaat het vooruit. Ja. Dus dat vond ik erg, hoe zeg je dat? Ja, leerzaam. Mm-hmm. Ja. En wat ik ook heel leuk vond, dat we zelf een eindwerk hebben gemaakt. Wat een vrije opdracht was, dus wat je zelf mocht ontwerpen. Waardoor je ook het hele proces leert van de stappen die je maakt. Van een idee in een moodboard, uitwerken in een schets. Hoe maak je daar dan weer een patroon van? Welke materialen kies je? Waar vind je die? Ook belangrijk. En hoe maak je er uiteindelijk iets moois van wat bij jezelf past en wat je ook kan toepassen ergens in waar je wat mee kan. En dat vond ik heel erg leerzaam. Ja. Ja. Was het wat je had verwacht van tevoren? Op dat gebied was het meer. Ik had verwacht om techniek te leren. En een beetje van, wat zou je daar dan eventueel verder in de toekomst mee kunnen doen? Ik had niet verwacht dat ik dat hele ontwerpproces zo uitgebreid zou leren. Dus dat was eigenlijk meer dan ik van tevoren had gedacht. Ja. Ik wens je heel veel succes met het borduren. Ja, dankjewel. En dankjewel voor je reactie. Ja.